Ik sla mijn mantel om. En dan doe ik mijn sandalen aan. Ik sla mijn mantel om. Dan ga ik mijn mantel omslaan. En de sandalen losmaken. En dan doe ik mijn sandalen aan. Zo. Zo. Nee, dat is nou niet het moeilijkste. Dat zijn moeilijkere dingen. Ik sla mijn mantel op. En dan doe ik mijn sandalen aan. Dit zou een goed spotje zijn. Oké. We brengen dus een aantal tips samen. De plaats waar de keuken is gezet. Dan gaan we een aantal objecten gebruiken. Die objecten geven allemaal hints en verwijzingen naar een tekst uit de handelingen. Daar komen er nog andere door, naar aanleiding van de verschillende uitzendingen. Als je die allemaal samenneemt, dan krijg je een tekst. Tekst uit de handelingen en die zijn wij natuurlijk, die willen wij weten. Daar zijn wij in geïnteresseerd en gelieve die dan ook door te sturen naar zomersehandelingen@gmail.com. Wat is dat object nu waar het hier over gaat? Dat is er natuurlijk weer niet, dat is afwezig. Zullen we weer moeten zoeken, zoals dat hier altijd gaat, mogen we het wel allemaal zelf doen. Goed, oké, zoeken. Oké. We gaan eens zien of we hier iets in vinden. Een aantal Playmobil elementen. Ik zie hier de Sinterklaas. En dan Zwarte Piet. Black Lives Matter, dus die zetten we er toch bij. Maar ja, wat doet dat hier eigenlijk? Want dat heeft toch niet direct veel met de handelingen te maken. Dat komt daar nu toch niet in voor. Hè? Dus die doen we terug weg. Dan heb ik hier Jozef en Maria. En Jezus. Oh ja, wacht. Heel belangrijk hier. De koning. Die hebben natuurlijk wel iets met de handelingen te maken. Maria komt voor, ja, Jezus uiteraard, daar gaat het om. Verwijs naar Pinkster, naar de verrijzenis, naar alles wat hij in het Nieuwe Testament schrijft. Maar dan die koning. Komt die er dan heel bijzonder in voor? We nemen hem toch even hier mee. En uiteindelijk de engel. Misschien niet direct iets wat je zou verwachten. Is dat dan zo belangrijk? Ja, het komt in ieder geval voor in de handelingen. Sowieso. Er wordt speciaal naar verwezen. En wat zijn nu die engelen? Waar komen die engelen nu in voor? En wat zijn ze als figuren? Engelen zijn op zich verbindende figuren. Zijn figuren die aankondigen, die eigenlijk ons voorbereiden, die zeggen er is iets groots, er staat iets groots te gebeuren. Dat wordt aangekondigd niet alleen in een licht- en klankspel, zo zijn we dat meestal toch gewoon als het daarover gaat. Maar ze bereiden ons voor van, ja, zie maar dat je er klaar voor bent om iets in het buitengewone, in datgene wat we niet elke dag meemaken, om dat te mogen ontvangen. Daar bereiden engelen ons op voor. En dat is hier in de handelingen niet anders. Gelukkig ben ik in mijn leven al engelen tegengekomen. En dat zijn inderdaad mensen die mij niet alleen hebben voorbereid op een aantal belangrijke, of wat achteraf als belangrijk gebleken is in mijn leven, maar die dan ook met mij de weg hebben mee afgelegd. Die ook een heel stuk zijn mee op weg gegaan. En een aantal zaken ook tot een succes hebben gebracht. Die er ook hebben op toegezien dat wat er dan aan de hand was ook goed is gelopen of hebben ondersteuning geboden om dat tot een goed einde te brengen. En dat zijn mensen die dan ook weer op dezelfde manier uit mijn leven zijn verdwenen zoals ze zijn ingekomen, al flauwend.
maar wel een groot resultaat hebben neergezet. Of toch een grote bijdrage hebben geleverd tot dat resultaat. Dat zijn voor mij engelen. En gelukkig kunnen we die in ons eigen leven ontmoeten. Kunnen we die tegenkomen. Ik ben zelf al een engel geweest. Op de momenten dat ik mensen heb kunnen bijstaan, vaak in rouwproces, in momenten dat ze afscheid moeten nemen van dierbaren die overlijden of die in een toch zeer intens ingrijpend ziekteproces, om een stukje mee die weg te gaan, de weg van afscheid of de weg van onzekerheid, omdat hoe dat mensen daar gaan uitkomen op dat moment helemaal niet duidelijk is. En dan is het heel betekenisvol dat er iemand is waar ze die onzekerheid, die wanhoop tegen kunnen uitspreken. Dat iemand is die dat hoort. En eigenlijk ook die dagen, hè, want dat is zo'n tijdsbeleving die bijna geen einde kent, om die mee te dragen, om die mee tot het moment te dragen dat er medisch een verandering komt, een verbetering, dat er een opflakkering is, of dat het ook eindigt. Hè. Maar dan het hele traject van de voorbereiding daarvan. Daar zijn dingen waar achteraf mensen je wel eens het woord of als engel hebben benoemd. Wel eens hebben gezegd van, we hebben je steun ervaren als zijnde komende uit het niets. Hè, want we kenden je niet op voorhand. Maar je hebt ons in die dagen die ons leven hebben veranderd, heb je ons meegedragen, heb je mee ondersteund. Dus in dat opzicht heb ik daar wel een concreet beeld bij, want je kan het zelf zijn, niet dat je dat dan bedoelt. Hè. Je hebt niet altijd de bedoeling om het te zijn, maar het wordt vaak door mensen zo ervaren en dan krijg je het achteraf ook wel zo terug. Ik zou vandaag eigenlijk de mensen die zeer angstig zijn omwille van corona, als het over hun eigen gezondheid gaat, die daardoor allerlei dingen niet meer willen doen, niet meer kunnen doen, daar bang voor zijn, een engel toewensen om zich door die angst eigenlijk, of te laten begeleiden in die angst, gewoon om uw huis te verlaten of de dingen te doen die we elke dag opnieuw moeten doen. Maar zeker ook de mensen die het economisch heel lastig hebben, omdat hun zaak niet kan opstarten, omdat er geen vraag meer is, omdat dat nergens naartoe gaat. Die zou ik een engel willen toewensen om de wanhoop, om te zien dat er geen inkomsten zijn over een lange periode, als je daar een gezin van moet onderhouden, als mensen daarvan afhankelijk zijn, dat je die kan begeleiden, dat je die mee mag ondersteunen. Dat wens ik vandaag, zo'n engel, zo'n bewaarders wens ik veel mensen toe. Nu moet ik mijn sleutels hebben. Mijn sleutels. Die zitten niet waar ze normaal zitten. Waar heb ik ze... Wat heb ik ze gedaan? Even kijken, heb ik ze hier? Even alles zitten. Ja, oké. Gelukkig, hier heb ik ze. Hier is mijn sleutelbos. Ja, daar zijn we toch eigenlijk snel van afhankelijk. Hè? We moeten toch bijna altijd sleutels hebben om ons werk gewoon te kunnen doen. Om bezig te zijn met de dingen waar we elke dag mee bezig zijn. We hebben ze nodig om binnen te geraken, om buiten te geraken. En vooral als je ze kwijt zijn, weten wat ze waard zijn. Want dan moet je terug, moet je vaak terug naar huis. Daar hangt ons leven toch een heel stuk van af, van sleutels. Als we kijken naar Petrus, de rol van Petrus, en het symbool dat voor Petrus staat met de sleutels, dan zie je hoe, en dat noemen we ook zo, iemand een sleutelfiguur kan zijn. Petrus is zeker een sleutelfiguur. En zo'n sleutelfiguur, dat wil zeggen, dat is iemand die vooraf gaat. Die iets voorbereidt in de zin dat hij visionair is, dat hij iets nieuws maakt. Petrus figuren zijn voor mij vandaag die de samenleving ook in vraag durven stellen, maar in een algemene zin. Dat wil zeggen, niet omdat iets populair is, of omdat het gemakkelijk te omschrijven is, of omdat het gemakkelijk is om er tegen te zijn, maar breder. Dat wil zeggen, het hele plaatje in beeld brengen. Zowel waarom de dingen geëvolueerd zijn in een samenleving zoals ze geëvolueerd zijn, maar evengoed wat het voordeel daarvan is, hoe dat ons heeft gemaakt tot wie we vandaag de dag zijn,
maar ook met de nadelen waar het aan vastzit, die daar terzelfde tijd op het positieve en het negatieve kunnen wijzen. Het is zo dat Petrus als sleuteldrager degene is die mogelijkheden creëert, die vooraf gaat, die visionair is, maar die ons ook aanzet om zelf creatief naar de werkelijkheid te kijken en tot creatieve inzichten te komen. Ja, daar hebben we, elke generatie heeft daar zijn nood aan, maar ook zijn Petrusfiguren in. Maar die is vandaag nog zeker zo noodzakelijk. Hoe doorbreken we in een samenleving waar individualisme zo groot is, voor veel mensen echt wel gewoon the way of life is, zo wordt er geleefd. Hoe kun je dat doorbreken vanuit een denken dat de kracht van leven nog veel meer zou kunnen zijn als we het samen kunnen doen, als we het in een gemeenschap kunnen doen? De Petrus is voor mij een figuur die vooral op die gemeenschappelijke waarden, die wordt ontsloten, die wordt opengemaakt. Die de kracht woont, de kracht ook om liefde voor de medemens, de naaste, maar ook bekommernis, die ondersteuning, het feit dat het geluk van de ander mijn geluk maakt. Petrus is degene die de hemel voor ons kan opendoen. Daarvoor heeft hij die dubbele sleutel, die sleutel van de hemel en de sleutel van de aarde. Maar dat voor ons kunnen opendoen is niet alleen een belofte voor het hiernamaals. Dat is een belofte voor het leven dat we nu hier hebben. Dat we hier nu op het aardse in ons leven vandaag doen. Ook daar is een duidelijke mogelijkheid om een openheid naar geluk te creëren. En die sleutel van Petrus die daarvoor dient, is er echt wel ene voor vandaag, eerder dan voor morgen. Ja, ik denk, je kan situaties openen waar mensen inderdaad niet meer de kracht van de verbeelding hebben. Waar ze vastlopen op een vanzelfsprekendheid die men vaak voor zichzelf heeft gemaakt. En waar men ervan uitgaat dat het maar dat kan zijn. Dat het dus finaal is en zonder hoop. En dat het daar dan ook eindigt. Dat doorprikken vind ik een Petrusopdracht die elke christen heeft. Dat is een Petrusopdracht die met die sleutels samenhangt, want die sleutels hebben wij als gedoopte gekregen, om die sloten open te maken en daarin te zoeken naar het nieuwe en het uitdagende. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook, mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Wij willen dit gebed starten met een moment van stilte. We willen terugkijken naar wat er vandaag gebeurde. Waarvoor wil jij God danken? Ik ben blij en dankbaar dat ik vandaag engelen heb mogen ontmoeten. Dat ik hier in dit gebed zo dicht bij Petrus mag staan. Met de woorden van een psalm zeggen we: de rechtvaardigen zullen u prijzen, de oprechten wonen in uw nabijheid. De rechtvaardigen zullen u prijzen, de oprechten wonen in uw nabijheid. In stilte mogen we ook aan God zeggen wat vandaag minder goed ging. Waarvoor willen wij vergeving vragen? Met de woorden van een psalm zeggen wij: wijs ons Heer de weg van het leven. Wijs ons Heer de weg van het leven. We lezen uit de Heilige Schrift. Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wil dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan.
Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Mag ik iedereen thuis ook uitnodigen om deze lezing mee te lezen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor de heidenen straalt, de glorie voor Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Barmhartige God, wij danken u voor de goedheid waarmee gij ons deze dag hebt omringd. Waak over ons in de komende nacht. Geef rust en troost aan de zieken. Sterk alle bedroefden en aangevochten harten. Laat uw licht over ons schijnen en doordring ons van uw vrede. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht. En een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.